Mijn darmen zijn ontregeld. Mijn mondhoeken kapot. Mijn ogen doen pijn. Mijn buik doet pijn. Hete thee in mijn slokdarm voelt als schuurpapier. Ik ben één keer in Amsterdam met haar en een vriendinnetje gaan eten. En toen gingen ze na het eten direct naar de wc. Toen dacht ik, oh. Het sterftecijfer van eetstoornissen is het allerhoogste relatief gezien met alle andere stoornissen. Ik zou oppassen met wat je tegen haar zegt. Voor je het weet wordt het tegen je gebruikt. Jij zal nooit normaal zijn. Ze zien iedere hap die je neemt. Volgen je iedere keer als je naar de wc gaat. Ik wil beter worden, maar niet aankomen. Natuurlijk weet je dat je raar bezig bent om het zacht te zeggen. Anders zou je toch ook niet proberen te verbergen. Ik ben niet ziek.